Toen de jonge Joop van het Hek zijn vader vertelde dat hij cabaretier wilde worden, drukte die hem op het hart om geen allemans cabaretier te worden. Zorg dat het grootste deel van Nederland een enorme tyfushekel aan je krijgt, was het vaderlijk advies. Van het Hek is inmiddels glansrijk in die opdracht geslaagd. Want terwijl zijn nieuwe tournee zoals gebruikelijk is uitverkocht, roept de cabaretier ook met het jaar meer nationale ergernis op. Zijn nieuwe solo met de kennis van nu zal daar geen verandering in brengen, ondanks de valse hoop die de titel wekt. Advertentie. De gevleugelde uitdrukking met de kennis van nu maakt je heel levend benieuwd, zal Van het Hek, die deze week 65 werd, zijn voortschrijdend inzicht tonen. In het openingsliedje zingt hij, begeleid door muzikant Rens van der Zalm in een sfeervol skyline decor, dat hij nu oud en wijs is. Maar ook dat hij hunkert naar de kennis van toen / jong en zonder fatsoen. Toch blijkt dat nauwelijks sprake van zaken waarvan het Hek echt anders over is gaan denken. In het programma blikt Joop terug op zijn theatercarrière, naar aanleiding van een ontmoeting met een jonge fan, hieruit Hadem. Van het Hek memoreert zijn wens als jongen op het toneel te staan. De worstelingen in matig gevulde kleine zaaltjes, de successen in de grote zalen. Het zijn overbekende verhalen uit eerdere shows en interviews, met een slappe voorstelling als resultaat. Maar Van het Hek's trouwe publiek zal ook nu wel weer kunnen lachen om bijvoorbeeld zijn opsomming van de activiteiten voor 65-plussers die hij gaat overslaan. Daarbij is Joop oprecht in zijn liefde voor het theatervak, als hij zingt over zijn angst om los te moeten laten wat hij het liefste doet. Toch is het moeilijk om ontroerd te raken, omdat Joop ook zo vaak de plank mislaat met oudbakken grappen en schuine moppen. Hij lijkt zelfs een poging te doen de voetbalmannen van Veronica in Siede naar de kroon te steken, met zijn tirade waarin hij schreeuwt dat hij woorden als pisnichten zal blijven gebruiken. Ook al kreeg hij dan het gilde van de bruine ster achter zich aan. Het is tekenend voor Van het Hek slompe omgang met homoseksualiteit, die ook al blijkt uit een verhaal over zijn tijd als jongen op het seminarie in Heemstede. Op die momenten is het treurig om te zien hoe iemand is verstard in zijn denkbeelden en stug weigert ook maar de kleinste draai te maken, zelfs met de kennis van nu.